De leukste jongen uit het team vind ik verreweg Tristan. De samenwerking met Lee die verloopt prima. Je hebt natuurlijk het liefst 11 leiders. Dus ja, het is niet zo'n issue van dat hij ook volop in de strijd gaat. We gaan samen volop in de strijd en eigenlijk wil je 11 van zulke spelers om je heen hebben. Alleen mensen leggen nu heel erg de nadruk van dat er 2 types op het middenveld spelen. Maar ik ben er alleen maar heel erg blij mee. Tot nu toe de punten. Vorig jaar hadden we al iets meer punten. De wedstrijden gaan wat moeizamer. Ik denk dat we heel veel nieuwe spelers hebben moeten doorwisselen. Nieuwe staf. Dus het is allemaal wennen aan elkaar. En nog niet echt heel vaak met dezelfde samenstelling kunnen spelen. Dus ik denk dat dat het grootste verschil tot nu toe is. Ik heb zeker vertrouwen in een goede afloop. Ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben. En ook kijkend naar de concurrenten denk ik dat wij zeker... We moeten zorgen dat we in de Eredivisie blijven. Alleen tot nu toe gaat het wat moeizamer, maar ik heb er alle vertrouwen in. Poeh, dat is een goede vraag. Ik denk dat de leukste wedstrijd is... Ik vond Feyenoord thuis vond ik hier wel echt heel speciaal. Ik denk dat ik vast nog andere leuke wedstrijden speelde, maar... In dat jubileumshirt en dat we dan toen uiteindelijk wonnen door die penalty van Clint Leemans. Ik vond dat wel echt heel speciaal. We hadden er natuurlijk meer van verwacht. Kijk, we staan natuurlijk nog steeds qua positie op de ranglijst, staan we er goed voor. Alleen je komt wel dicht in de onderste regio. Alleen de verwachting heb je zelf ook hoger geschept omdat je de 2 jaar op rij heel makkelijk erin bent gebleven. Maar qua begroting en qua club staan we nog steeds ongeveer waar we nu moeten staan. Alleen we weten wel dat we echt meer punten moeten gaan halen, willen we erin blijven. 14e. Ik vind series kijken vind ik wel echt leuk. Ik heb heel veel series op Netflix gezien. Ik heb nu 2 zoontjes, dus daar gaat heel veel tijd in zitten. Als ik thuis kom, dan willen ze voetballen of spelen of eigenlijk van alles doen. Alleen, daar gaat gewoon veel tijd in zitten. Dat vind ik ook leuk. En als ik dan wat uurtjes vrij heb, dan kijk ik een serie of dan kijk ik een film. De leukste jongen uit het team vind ik verreweg Tristan. Dat is echt een hele lieve jongen ook. Mag soms iets harder worden in het veld, maar buiten het voetbal om is het wel echt een hele lieve en goede jongen mee om te gaan. Ja, de sfeeractie is natuurlijk, dat krijg je als speler altijd mee. En ik ben er altijd wel voorstander van om ook interactie te krijgen met het publiek en alles wat er omheen gebeurt. Dus dat vooral blijven doen en wat mij betreft mag dat nog meer.